Okay, here we go. Nou, ik ben in mijn kamer met dubbele sluis voor de hygiëne. En ze hebben nu net de eerste fles met water aangehangen. Een liter in 4 uur tijd om te spoelen, voor te spoelen. Ik moet deze lijst invullen met symptomen terwijl ik nog niks krijg. En dan, gaan we het even afwachten. Ik zit hier dus eventjes het tablet door te bladeren. Ik heb net eten besteld. Ik zit even te kijken wat hier allemaal staat. Beweging. Oefening in bed. Oefening in staand. 7-minute workout. Nou. Welkom bij deze 7-minute workout. Goed dat u mee gaat doen. Dit is het oefenprogramma met 8 oefeningen die u staand uitvoert. Jezus. Nou, toch leuk ze te doen. Ik zal het even te kijken bij het eten. Ja. Dat ziet er dus zo uit. Ik zeg, krijg ik het ook zo. Maar dit schijnt alleen maar een voorbeeldplaatje te zijn. Helaas. Tijd voor de lunch. Een beetje karig ziet het eruit, maar prima. Mijn moeder heeft beneden een bolletje gehaald voor mij. Die is nog veel lekkerder. En jij hebt karnemelk, eitje, lekkere bolletjes en kaas. En dit moet ik als eerste nemen. Als voorbereiding tegen de misselijkheid. Verder zijn er nog 2 andere zakjes aangehangen ter voorbereiding. Ik krijg eerst nog een kuur en dan eerst de chemo. Dit leg ik vooral in het kastje. Ondertussen wordt mijn koffie hier uitgepakt. Van de service. Ja, dat in het kastje. En dit? Leg maar bij het kastje ook. Heb je dit ook nog nodig? Nee. Mag je weggooien. Eerst de chemo hangt aan. Die duurt 1,5 uur. En dan komt de tweede chemo. En die gaat 4 uur duren. Dus. Nou, inmiddels hangt de tweede chemo aan. Dat is deze grote zak. Er mag ook geen UV-licht op vallen. Rechts hangt vocht gewoon. Dus die lopen dubbel in. En deze chemo loopt 4 uur. Dus die loopt tot 6. Zo ziet het eruit. Zo ziet de controlepaal eruit. Voor de mensen die dat niet kennen, hier doen ze je bloeddruk mee en saturatie en zo. Dit is mijn bed. Waar ik overigens nog niet gelegen heb. Kastje. Ik heb een eigen kamer met een sluisdeur. Dus een dubbele deur in verband met de hygiëne. Er mag dan maar 1 deur open zijn. Zodat er nooit direct toegang is van mij naar de gang. Weegschaal. Dit is de tafel. Mijn werkplekje. Mijn stoel. Met mijn jas. Het zit lekker zacht. Met deze stoel in het ziekenhuis. Echt. Voor de ones who know. Die zit echt verschrikkelijk. Keihard. Het is nu 3:15. Ik heb de eerste chemo gehad in 1,5 uur. De tweede hangt nu aan voor 4 uur. En ik begin al onwijs pijn in mijn hoofd te krijgen. Ik ben ook gewoon moe. En ik merk dat ik last heb van vocht bij mijn longen ook. Ik heb wat minder lucht. Naast al die chemo's wordt ook heel veel vocht naar binnen gepompt. Voor mijn nieren. Ik denk dat je vandaag wel op een litertje of 5 zit. Aan het einde van de dag. En dat moet natuurlijk ergens heen in je lichaam. Ik merk echt dat ik even gewoon erf klaar mee ben. Ik ben moe, voel me niet lekker.
Maar goed, dat hoort er ook bij. Dus ik ga dit nog even afwachten. Laat het even verder lopen. En dan... ik weet ook niet of ik dit ga plaatsen. Maar ik vond het wel interessant voor mezelf om dit in ieder geval even te documenteren. En ik was al heel blij dat mijn bloedwaarden zich in ieder geval heel goed uitzien. Dus, en dat de kuur door kon gaan vandaag. Mijn moeder was hier de hele dag bij mij. Tot nu, die is nu naar huis. Mijn vader komt om 5:30. En dan eten we hier samen. In hoeverre ik nog een hap door mijn keel krijg. Maar goed, dat gaan we zien. Ik ben in ieder geval helemaal volgestopt met medicijnen die misselijkheid en braken en zo tegen moeten gaan. Dus ik ben benieuwd. 5 jaar geleden hielp dat niks. Dus we gaan het zien. Dan komen die uur ga ik kijken of ik nog wat werk kan doen. Anders ga ik gewoon een serie kijken. Duurt de tijd wat korter. Ja. Meer gebeurt hier op dit moment eigenlijk niet. Oh ja, ik heb trouwens ook uitslag gekregen van de PET-scan die gisteren gedaan is. Er is niks gegroeid de afgelopen 5 weken. Dus het blijft allemaal een heel uniek verhaal. Maar wel super fijn natuurlijk. En de 2 opgezette lymfeklieren die ze zagen waren waarschijnlijk infectie gerelateerd. Want die zijn nu kleiner. Dus dat is ook heel goed nieuws. En mijn longen zagen er in zijn geheel ook veel beter uit dan 4 weken geleden. Waarschijnlijk omdat ik eindelijk van die ontsteking af ben. Dus eigenlijk allemaal goed nieuws. Dus ik denk dat ik over een paar uurtjes nog weer even de camera aanzet om te vertellen hoe ik me voel. Komt een vreemdeling binnen. Hallo? Zo. Kun je het vinden? Ja. Volgens mij ben je hier nog nooit geweest, of wel? Nee, niet aan deze kant, klopt. Het uitzicht is hier wel minder, heb je het gezien? Ja, dat is jammer. Ik kijk of de... Politie. Politie en de ingang van de ambulancepost hier. Oké, dat is jammer. Ze wordt hier in de nacht ook... Ja, dat klopt, ja. Maar ik neem aan dat ze wat geluid uitzetten dan. Weet ik niet. Ja, want ik heb hier een filmpje gestuurd vanmiddag. Ja? En toen, ik hoorde het geluid wel, maar toen ik filmde was hij uit inderdaad. Ja. Hoe is het? Ja, goed. Wat heb je? Sokken, kijk eens. Degene die mij dit gegeven hebben, die moeten dit herkennen. Dus die gaan nu extreem goed van pas komen, dames. Ik heb het namelijk, het is hier volgens mij 25 graden, maar ik heb het nog steeds koud de hele tijd. Wat is dat? Een discotheek. Oh, dat is die box. Ja, ik kan ook wat muziek draaien. Oh ja, pinnetje voor mijn camera. Klepje zit los. Lijstje voor mijn moeder. Oké. Het eten is er nog niet. Jammer. Vind je het jammer? Ja, vind ik wel jammer. Honger. Het is duidelijk dat jij hier nog nooit iets gegeten hebt wat hier gemaakt wordt. Zo jammer is dat niet, hè? Je hebt hoge verwachtingen. Wat gaat dan een teleurstelling worden, jongens? Ik heb chili con carne besteld, dus. Oké. Gaan het zien. Oh, het komt echt nu binnen. Voor 2 personen. Anders is, als het 1 persoon is, mag jij het wel eten, gewoon hoor. Oké. Moeten we even zien. Je moet even van de kant schuiven, dat past allemaal niet. Ik denk dat dit wel chili con carne is. Ja, ik heb het ook besteld. Zo ziet het eruit. Dat is die je vergeten, hè? Ja, maar je hebt er dit keer ook voor betaald, hè? Oh ja? Ja. Als gasten hier eten... Kost dat 6,25 volgens mij. Wat is dit dan? Zaad. Hang op met vruchtensaus is dit. Dan nog deze bar. Deze zijn heel lekker. Dat is mooi. Protein packed. Appelmoesje. Tadaa, chili con carne. Nou, u moet eerlijk zeggen, het ziet er niet verschrikkelijk uit.
Laat hem testen. Je had toch koffie besteld? Ja. Waar moest je dat vandaan halen dan? Maar ik wil hem. Ik ga lekker. Ja. Ja, dat is beter. Service. Nou, dat is natuurlijk voor jou. Ik kom straks voor het infusor, die gaat straks ook piepen. Wil je dan op de bel drukken? Ja. Top, helemaal goed. Koffie? Ja. Oh, ze heeft die lekkere gepakt. Deze komt niet van de kar. Ik dacht al, zij is verpleegkundige, hè? Oh. Normaal krijg je gewoon drinken van de voedingsassistenten. Maar dit is koffie uit de machine, jongens, van de dames zelf. Dat zie ik aan de kleur. Okay. Nou, het is niet vies, maar er zit inderdaad gewoon geen zout op. Ik had dus wat zout mee moeten leveren. Ja, volgens mij kan je dat ook vragen. Ja. Okay. Maar de toetjes zijn wel altijd heel lekker, want die komen niet van hier, die maken zij niet. Oh. Wat zijn ze aan het doen? Bijvullen van spullen. Lekker hoor. Ja, dat is wel een stuk lekkerder inderdaad. En hoe laat kan ik je morgen ophalen? Ze kunnen die chemo om 1:30 aanhangen. Ja. Toen ben ik rond 2 klaar. Oh, gaat het zo snel? Ja. Die ene chemo hier, dit is de allerlangste. Maar die chemo's die ik morgen en overmorgen krijg, zijn de korte. Oké. Ja, maar daar moet je op blijven natuurlijk vandaag. Nou, het spoelen duurt nog... spoelen duurt nog totaal nog tot morgenochtend, 9:00 ochtends. Ja. Maar ze pompen er in totaal iets van 5-6 liter vocht in, hè? Ja, dan moet je ook weer eruit pissen. Nou, waarom denk ik zoveel naar de wc gaan? Het is gewoon water. Het is geen eens kleur meer aan. Ze moeten het ook meten, hè? Ook nog. Ja, ze moeten precies weten dat het eruit komt weer. Want anders dan klopt er iets niet. Nee. Dan is je nieren, die doen het niet. Nou, het is nu... 6:50. De tweede kuur zit erin. Ze hebben nu een antibiotica kuur aangehangen. Mijn normale antibiotica kuur die ik normaal via dat ballonnetje krijg, die krijg ik er nu achteraan. En dan nog 10 uur spoelen. Het is nu 8:00 en de eerste spoeling met kalium en magnesium zit er aan. Ik ga nu eventjes me klaarmaken voor bed. En ik wil nog eventjes de badkamer prep laten zien, want mijn moeder was een echte pro en routinier, eventjes de badkamer ingericht. Handdoekjes, washandjes, toilettas, borstel, allemaal toiletspulletjes, lenzenbakje, vaseline voor droge lippen, voor mijn handen, vitamine C serum. Dit is een face mist, haarolie, tandpasta, deo, lensvloeistof, cleanser, gezichtsolie, dag- en nachtcreme en het wimperborsteltje op een keukenrolletje. Het wimperborsteltje wat ik van mijn nichtje meegekregen heb, ligt hier ook. En ja, je hebt hier trouwens in de badkamer echt een huge spiegel. Even laten zien, afstand, zonder dat ik mijn nek breek. Kijk, en die kun je ook heen en weer bewegen. Dus dat is wel mooi.
Ik ga hem even hier neerzetten. Ik voel me nog relatief goed. Ik begin wel hoofdpijn te krijgen en mijn oor doet zeer. Maar ik ben nog niet misselijk. Dus we gaan het zien vannacht. Als het goed is, word ik morgen niet zo heel lekker wakker. Dus het is gewoon afwachten. Dus. Maar ik ga me nu even klaarmaken voor bed. Married at First Sight is zo, ga ik dat lekker kijken in bed. En ik word de hele nacht nog wel lastig gevallen door infuus dingen die ze moeten wisselen. Maar ik hoop dat het meevalt, dat ik een beetje wat slaap kan pakken. En dan nemen we wel verder. Maar eerst even lekker mijn tanden poetsen. Oké, het heeft iets vertraging opgelopen, want ik was even aan het facetimen met mijn broer. Maar ik lig nu in bed. Ik ben Married at First Sight aan het kijken. En ik heb net ook nog een extra medicijn gekregen tegen de misselijkheid. En die mag ik nu innemen, dus dat ga ik doen. En dan hoop ik dat ik een paar uurtjes kan slapen vannacht tussen alle... infuus wisselingen door. Dus see you tomorrow.